Henk Krol komt met veel weg. Gedoe met cijfers, een onhandige felicitatie. Zijn kiezers lijken het hem niet kwalijk te nemen. Maar wordt Henk Krol tijdens de volgende algemene politieke beschouwingen ook serieus genomen door zijn politieke opponenten? Voor Henk Krol is het uitermate belangrijk dat hij zijn argumentatie goed op orde gaat krijgen voor de politieke beschouwingen. En om dat te illustreren, een klein stukje interview van Henk Krol bij WNL vorig jaar. Al zou hij er maar een dubbeltje op achteruit gaan. Dus het gaat is niet om het principe, eerlijk, het gaat om het principe. Het is een onbetrouwbare overheid. Die overheid heeft mensen aangemoedigd om af te lossen. Dat hebben mensen heel braaf gedaan. En nu hebben ze het gedaan en nu worden ze gestraft. Dat vinden mensen boos. Het is niet voor niets dat zelfs huurders komen naar ons toe en zeggen, waar kan ik tekenen, want dit is een onbetrouwbare overheid. In dit fragment spreekt Henk Krol van een onbetrouwbare overheid. Maar als je het gehele fragment goed bekijkt, dan kun je niet anders dan concluderen dat Henk Krol zelf gebruik maakt van onbetrouwbare argumentatie. Want in het begin van het interview spreekt hij nog over de cijfers die van belang zijn. Maar als hij daar kritiek op krijgt, dan begint hij opeens over het principe. Ja, en dat kan misschien in een zondagochtend interview, maar in de Tweede Kamer kom je daar niet mee weg. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is dat we tijdens de vorige algemene politieke beschouwingen zagen dat vrijwel niemand van de politieke tegenstanders Henk Krol interrumpeerde. Wil hij dus ook in de Tweede Kamer serieus genomen worden, dan zal hij tijdens deze politieke beschouwingen zijn argumentatie op orde moeten krijgen. Meer tips, meer video's, meer analyses leer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debat Instituut. En volg onze social kanalen voor real-time analyses van de algemene politieke beschouwingen 2019.